Zaterdag 17 april en we zijn weer bij de bijen. Het wordt vandaag 13 graden en ze vliegen alweer mooi. Het is 9:30, 9:45 's ochtends. En ik ga ze vandaag wat meer ruimte geven. Zoals je ziet staat die eerste kast voor jou aan de rechterkant. Dat is deze. Die staat al op twee broedkamers. Daar is van alles aan de hand met koninginnen, dus die ga ik vandaag met rust laten. Misschien dat ik even een honingkamer opzet. Een tweede kast staat nog op één broedkamer, dus die ga ik meer ruimte geven. Dus ik ga er een broedkamer onder zetten en ik ga er een honingkamer opzetten, want je ziet dat zometeen dat ze met veel stuifmeel binnenkomen. Ze zijn onwijs al aan het vliegen. En ik ga even kijken met dat kleine zesramertje. Die staat naar die witte kast. Daar is alles nog rustig. Het is een heel klein volkje. Kijken wat daarmee aan de hand is. En ik heb ook een observatiekastje. Dus ik ga kijken of ik ze daar ook in kan doen. Dus vandaag weer een dag bij de bijen. Zaterdag 17 april. Dat is een drukke tijd voor imkers. Voor mij dus. En het volk is onwijs aan het groeien op dit moment. Die koningin is enorm veel eieren aan het leggen. Ze nadert haar piek, die zit ergens volgens mij in mei, juni, maar honderden eitjes per dag en dus honderden nieuwe bijen per dag. Dus kijk even met me mee hoe ze vliegen. Je ziet die tweede kast echt veel bijen binnenkomen met stuifmeel. Er wordt echt veel gevlogen. Nu al. Die kleinere kast die staat natuurlijk ook net iets meer in de zon, zie je. En dan, hebben ze het net iets eerder warmer. En dan gaan ze er wat eerder op uit. Dan dat je dat in deze eerste kast ziet. Ik ben benieuwd wat er met die laatste kast die klein aan de hand is. Daar lijkt niets aan de hand te zijn. En dat is natuurlijk nooit goed nieuws. Die staat mooi in de zon. Tenminste de vliegplank. Maar er lijkt geen activiteit te zijn. Dus ik ben benieuwd wat daarmee aan de hand is. Maar twee volk is op zich genoeg. We gaan kijken wat er aan de hand is. Ja. Ik wou daar even in kijken. Want dit is dus het volkje wat ik van iemand gekregen heb. Maar dit is nieuw. Dus. Nou ja, die imker die was hier bezig. Of ze het gaan overleven, want het was echt zo'n klein volkje. Ja. Ja, kijk. Het is maar twee ramen. De rest is dus niet echt in werking? Nee, ik heb ze dus drie weken geleden. Kijk, hier doen ze nog niks mee. Dat is het wel vaak, dat is niet de keus echt. Ja, dat zal. Ik kan wel even kijken of ik het raam te pakken kan krijgen waar de koningin in zit. Dat is wel leuk. Kijk, dit is broed. Ja, hier zie je de koningin. Dit is broed. Dus hier zit de poppen in. Mm-hmm. En de koningin die heeft een blauwe stip gekregen van mij. Oh ja. Oh ja. Oh. Maar dit is echt, het is heel armatierig. Ja, waarom? Nou ja, je zag die kast die ik opendeed en ik heb hier twee raampjes hè, met bijen. Dit zijn misschien 1000 bijen. Dit? Dit en dat en wat er vliegt. Dus dit is echt heel klein. Is het trouwens niet erg dat ik geen handsbanaan heb? Nou ja, je kan gestoken worden. Okay. En dat doet pijn. Maar als het goed is, ga je er niet dood van. Ik laat het hopen. En als het gebeurt, laten we hopen dat het snel is. Nou, je kan het zien, hè? We hebben veel ruimte gegeven. Ik heb extra bakken. Twee broedkamers staan allebei de volken nou. En als je goed kijkt, kan je ook zien dat er staat nog een honingkamer op. Het kleine zesramertje is toch wel activiteit ook, dus dat is wel interessant om te zien dat daar toch wel wat gaande is, maar dat is allemaal, stelt niet heel veel voor. Ik heb er nou een andere kast, die gele kast, tussen gezet. Dat is een observatiekast, die kan aan zijkanten open
En daar wil ik volgende week wil ik daar dat kleine zesramertje, dat volkje, wil ik daarin hangen. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken en of die het volhouden daar. Goed, er was hem weer. Ja? Half april bij de bijen. Ik ben er snel weer, want april en mei zijn drukke tijden voor de imker. Heel veel succes!